Ferry de Haan, wij komen zojuist vanuit Dordrecht en vanuit Sparta. Daar loopt het echt storm bij de kaartverkoop, staan de rijen hier niet. Leeft de wedstrijd niet tegen RKC? Oh, zeker wel. Het is hier ook een komen en gaan. Heel veel telefoontjes, online verkoop, wat goed gaat. Dus het leeft absoluut. Verwacht je ook gewoon een uitverkocht huis? Ik ga er wel vanuit dat de mensen donderdag allemaal de weg naar Woudestein weten te vinden, ja. Ja, merkte je gisteren al direct, toen jullie de finale daadwerkelijk haalden, dat het leeft bij jullie? Ja, mensen zijn natuurlijk heel enthousiast. Den Bosch was wel een lastige hoorde. Ja, en nu is het een alles of niets tweeluik met RKC waarin alles kan gebeuren. En daar wil iedereen bij zijn, dus genoeg belangstelling. Alles kan gebeuren. Is RKC wel in jouw ogen de favoriet? Ik vind als je Eredivisieclub bent dat je altijd de favoriet bent. Alleen ik denk dat wij ook hebben laten zien dat we gewoon een hele goede ploeg hebben. We kunnen goed verdedigen, maar we kunnen ook een doelpunt maken. En ja, als ik de verhalen moet geloven, heeft RKC niet het beste tweeluik achter de rug tegen de Graafschap. Dus die zullen niet met een heel prettig gevoel richting Woudestein komen. En ja, wij zijn maar op één ding gebrand en dat is de Eredivisie. En is Excelsior ook klaar voor de Eredivisie? Ja, absoluut. Wij hebben daar geen twijfel over. We hebben vaker met dat beltje gehakt. Nogmaals, de laatste 11 jaar, 5 jaar Eredivisie. Dus ik zou niet inzien waarom dat nu niet zo zou zijn. Onze organisatie is alleen maar gegroeid, dus kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Wat moet er eventueel gaan gebeuren, mochten jullie het halen? Nou, wij zouden graag onze commerciële mogelijkheden uit willen gaan breiden om meer inkomsten te genereren en hopelijk een verblijf in de Eredivisie wat langer te laten verblijven. En we zullen uiteraard wat in onze selectie gaan doen, maar we zijn wel heel tevreden met de huidige selectie waarvan denk ik 90% doorloopt. Maar jullie hebben inderdaad al die spelers gecontracteerd, niet wetende op welk niveau jullie spelen. Moet er dan toch nog wel veel gebeuren qua het halen van spelers als jullie daadwerkelijk Eredivisie halen? Nee, niet heel veel vinden wij. Nee hoor, wij zijn heel tevreden over onze huidige selectie en de spelers die verlengd hebben of een doorlopend contract hebben. En uiteraard zal je op bepaalde posities wat accenten moeten gaan leggen. En dat gaan we ook wel zeker doen, maar het is niet zo dat er 10 nieuwe spelers bij zullen komen. En de begroting, gaat die dan ruimschoots omhoog of valt het ook wel mee? Nou, voor Excelsior begrippen gaat hij wel substantieel omhoog inderdaad. Ja. Dus daar liggen ook wel wat mogelijkheden. We hebben nog de prachtige beelden op ons netvlies van 2010 toen jullie promoveerden. Met de terugkomst, met het feest hier. Ja, zo'n scenario zit er misschien wel weer in, hè? Ja, wij hopen dat het weer die kant op gaat. En nogmaals, wij zijn er klaar voor. En alles is geregeld voor een eventueel feestje. Misschien wel 3 regioclubs op het hoogste niveau? Dat zou fantastisch zijn. Dat zou echt geweldig zijn. Dat zijn toch de leuke wedstrijden waar je het om doet. Het leeft toch net ietsje meer en het is altijd goed gegaan. En het zou voor de regio en voor de stad alleen maar goed zijn.